Goedemorgen. Een van de voordelen van deze tijd is dat je lekker thuis naar de dienst kan kijken. Dat je nu een kopje koffie of thee kan maken. En rustig kan gaan zitten met je voeten op de bank of op het tafeltje wat voor je bank staat. En je kunt lekker gaan luisteren naar wat er vanochtend naar je toe komt. Ik heb de laatste tijd ook heel veel koffie gedronken en heel veel tijd doorgebracht achter mijn computer. Uh, omdat ik uh, aan de studie ben gegaan in Tilburg aan de universiteit. En ik volg daar een uh, studie Christendom en Samenleving of Maatschappij. En tijdens die studie word je geconfronteerd met uh, de hele belangrijke vraag: Ja, we zijn wel christen, maar waarom zijn we eigenlijk christen? Waarom zijn we nu vandaag christen? En wat hebben wij misschien aan deze samenleving te brengen? We gaan de komende week ook weer um, 4 en 5 mei herdenken. De vrijheid waarin we mogen leven. En uh, de mensen die in die tijd hebben geleefd, de christenen, die, woonden in, die leefden in die tijd met een bepaalde instelling. En ik vraag me wel eens af of als ik toen in die tijd had geleefd, of ik ook um, die tijd zo goed was doorgekomen. als ik mijn ouders en grootouders de tijd heb zien doorkomen. En. Die vraag wat wij als christenen in deze samenleving kunnen betekenen. vandaag. gaan we eens bekijken aan de hand van Paulus. die in zijn tijd. midden in de samenleving stond. een roeping had. en een boodschap had voor de mensen in die tijd. En daarvoor gaan we naar handelingen 17. vers 16 tot 34. Je kunt opzoeken, handelingen 17. vers 16 tot 34. En ik ga het stuk niet helemaal lezen, omdat het vrij. Lang is, maar we zien daar dat Paulus in Athene terechtkomt, en Athene was een hoofdstad van het denken van het intellectuele gebeuren in die tijd. Rome was meer de hoofdstad van de politieke macht, maar Athene was de datgene waar het, waar het gebeurde met denken, met het onderwijs, met filosofie, met de visie op de maatschappij. En als Paulus in de stad aankomt in het jaar rond 50-60 na Christus, is het de stad van architectuur, van religie, filosofie. En uh, Paulus gaat iets heel bijzonders doen als eerste, uh, als hij daar aankomt. Hij moet namelijk wachten op een aantal van zijn medewerkers. En hij heeft wat tijd over. En hij gaat door de stad lopen. En uh, dat is heel belangrijk eigenlijk. Hij nam de tijd om erachter te komen wat de mensen in Athene bezig hield, waar ze dagelijks mee te maken hadden. En ik denk dat wij vandaag als christenen nog alles heel erg makkelijk over die eerste basisvraag heen stappen. Wat houdt de mensen vandaag de dag eigenlijk bezig, als ze om ons heen kijken? Waar zitten ze ergens met hun denken, waar zitten ze in hun leven? En... Um... Paulus ziet daar heel veel afgodsbeelden. Hij ziet daar prachtige marmeren gebouwen van de regering, van de rechtspraak. En hij raakt gefascineerd, maar hij raakt tegelijkertijd ook geprikkeld en bewogen. En ik denk dat als je heel eerlijk bent en je gaat vandaag de dag eens hier door Middelharnis lopen, of door de stad waar je bent, of in Afrika, Carina. En Johan. En je kijkt dus om je heen dat je soms geprikkeld kan raken door datgene wat je ziet. Je ziet veel goede dingen, je ziet ook heel veel slechte dingen. En als christen word je daardoor geprikkeld en je raakt bewogen en je denkt, Heer, wat kan ik nou betekenen in de samenleving waarin ik sta vandaag de dag? Dat is de eerste basisvraag. Om je heen kijken, je afvragen, waar zitten de mensen? Wat houdt ze bezig? En terwijl Paulus geprikkeld wordt. Uh, gaat hij met zijn vragen over wat hij gezien heeft naar de kerk, naar de synagoge? Dat was de eerste plaats waarin hij naartoe ging. En de Bijbel zegt eigenlijk niet zozeer of dat succesvol was, uh, de samenspraak die hij had met de gelovigen in de stad. Daar, dat laat de Bijbel een beetje in het midden. En hij gaat vervolgens naar de markt. Om ook te kijken wat daar gebeurt. En de markt moet je niet zozeer voorstellen als de plek waar mensen boodschappen gingen doen. Dat gebeurde misschien ook al, want dan moesten ze natuurlijk ook een uh, broodje en een vleesje halen. Maar de markt was vooral de plek in Athene waar de statige gebouwen stonden, waar beslissingen genomen werden. Het hart van de stad, waar veel mensen samenkwamen. En je weet wat gebeurt er op de markt. Je gaat niet alleen boodschappen doen, je raakt met elkaar in gesprek. Je gaat met elkaar praten. Paulus wist niet. Welke mensen die tegen zou gaan komen en wat hij zou moeten gaan zeggen. Maar hij was wel beschikbaar. Dat is een tweede punt wat we uit deze voorgeschiedenis van Paulus' functie in Athene mogen trekken. Hij zag om zich heen wat de mensen bezig hield. En het tweede, wat belangrijk is: hij was actief beschikbaar voor God om de stad in te gaan, om de wereld in te gaan en om met datgene wat Hij in zijn hart voor God had meegekregen, te gaan delen. En ik denk dat we vandaag de dag daar ook weer een les uit mogen trekken. Misschien mogen we wat meer beschikbaar worden voor God in onze samenleving door bijvoorbeeld meer Facebook te gebruiken. Of uh, te WhatsAppen met mensen. Of op je werk het gesprek aan te gaan bij de koffieautomaat. Op de universiteit denk ik het ook heel vaak in de pauze tussen de lessen door. Daar ging je gingen mensen staan te praten. En zelfs op de universiteit waren er ook heel veel mensen die totaal geen christen zijn, die van nog blazen weten. Zelfs bij de studie theologie. Ik heb een student in mijn klas die nergens in gelooft. Maar die uit pure interesse theologie is gaan studeren. Dan denk je, oké, okay, interessant. Wat hij gaat oppikken. Maar we mogen van Paulus leren dat het zo belangrijk is. Dat we beschikbaar zijn. Actief beschikbaar. Pak je laptop en ga bezig, ook in deze tijd. Paulus was moedig. Hij ging het toch maar doen. En ook in deze tijd heb je dat nodig: moed, geduld. Wijsheid. Dat zijn kenmerken die God ons wil schenken door zijn Heilige Geest. Gelukkig wel. Want we kunnen beschikbaar zijn, maar we weten soms niet wie we gaan ontmoeten. We weten ook niet wat we moeten zeggen. Maar de Heilige Geest zal ons de wijsheid geven en de moed om dat te kunnen doen. Paulus gaat dus naar de markt om mensen te spreken. Maar hij komt niet erg ver. Want zodra hij op de markt is, gebeurt er iets geks. Er komen een aantal mensen naar hem toe. En die hebben prachtige kleren aan, zien er een beetje chic uit. De elite van de stad, zeg maar. En uh, ze komen naar Paulus toe en ze zeggen: Joh, wie ben jij eigenlijk? En we willen wel eens weten wat jij te vertellen hebt. En wat blijkt: die mensen komen van de Areopagus. En uh, dat was een instelling in de stad, eigenlijk een soort rechtshof, waar. Bepaald werd wie er een vergunning kreeg om te mogen spreken en om nieuwe ideeën te mogen verkondigen in de grote hoofdstad van de filosofie. Je mocht eigenlijk niet zomaar op de markt gaan staan om je ideeën te verspreiden, want wie weet wat voor gekke ideeën je in je hoofd had gehaald en dat er oproer van kwam. Dus deze mensen van de Areopagus, dat zijn een soort checklui, een soort binnenlandse veiligheidsdienst die willen weten wat heb jij te zeggen. En ze zeggen tegen Paulus: Joh, kom eens even mee. We zijn aan de ene kant benieuwd wat je te zeggen hebt, maar we willen ook zeker weten dat als we jou een vergunning gaan geven om jouw ideeën te gaan mogen verkondigen op de markt, dat het oké okay is. Eigenlijk de staat die tegen de kerk zegt: Wat heb je te zeggen? Het is interessant. Gaan we misschien ook een tijd tegemoet in de komende jaren dat de staat gaat checken wat wij in de kerk zeggen? Of wat jij thuis denkt en gelooft? De liefde die je voor God hebt in je hart, is dat wel goed? Is dat oké? Okay? Paulus wordt meegenomen genomen naar de Areopagus en wie ontmoet hij daar? Dat zijn twee groepen mensen, dat zijn de epicureers en de Stoïcijnen. Nou, het leuke is als je tijdens een studie bezig bent met allerlei boeken, dat je eens even gaat snuffelen, wat zijn dat voor mensen? En de epicureërs, dat waren mensen die Epicurus, een filosoof, volgden. En die Epicurus, dat was een hele aparte vogel, die zei, joh, je leeft maar één keer... En alles wat we zien, dat is wat echt is. We zijn een stelletje atomen, we zijn een lichaam, we hebben een zichtbare wereld om ons heen. Dat is eigenlijk het enige wat het telt. En de dood, dat is gewoon dood, dan is het klaar. Dus de die kwamen tot de conclusie, nou ja, als we toch binnenkort doodgaan, laten we dan maar gaan feestvieren, laten we er wat moois van maken. Don't worry, be happy. Vandaag leef je, pluk de dag. Het waren de feestvierers in Athene van die tijd. En de Epicureërs stonden ook bekend op hun baganalen. Ze, ze hielden hele feesten in allerlei kelders. Ze trokken de flessen wijn open en ze dachten: jongens, feesten vandaag, morgen gaan we dood. Epicureërs. De Stoïcijnen, die waren iets anders. Dat waren mensen die zeiden: ja, we zijn wel materialisten, maar we houden toch wel rekening met de goden. Want je weet toch maar nooit wat er gaat gebeuren na dit leven. We moeten toch een beetje netjes leven. We moeten moreel goed bezig zijn. We mogen dan wel materialisten zijn en genieten van het leven en van een goedje, goed, goed glas wijn. Maar we moeten toch rekening houden met het eventueel leven na de dood. Better be safe than sorry. Dat waren de mensen die over Paulus zijn lot zouden gaan beschikken. of hij mocht spreken over God, de feestbeesten en de nette mensen. Nou, ik weet niet of u thuis een beetje een beeld krijgt, maar dat gaat heel erg lijken op de wereld die wij vandaag de dag kennen. Als we om ons heen kijken en we kijken naar mensen die materialistisch zijn ingesteld, onze geseculariseerde wereld, die geen rekening meer houdt met God, maar wel rekening houdt met feestvieren, partyen, of mensen die zeggen: nou, er moet toch wel iets meer zijn tussen hemel en aarde. Laten we voor alle zekerheid toch maar een verzekering afsluiten. Laten we toch maar netjes leven. Vind ik heel frappant. Paulus' wereld was een wereld. die heel verwarrend was. Van goden, van feestvieren. En vandaag de dag leven wij in een wereld. Die steeds seculariseerder is. Steeds meer mensen gaan de kerk uit. En hoe komt dat eigenlijk? Hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? 500 jaar geleden was het heel normaal dat je geloofde. Dat God bestond, dat je dat wist, dat je dat zeker wist. Maar vandaag de dag is het eigenlijk een uitzondering geworden dat wij gelovig zijn. Dat we geloven. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Hoe is dat zo gekomen? Steeds meer mensen zijn onder de invloed van filosofieën, van verlichting. Gaan geloven in reden, in wetenschap. In de science. En eigenlijk is dat een nieuw soort religie geworden. De mens kwam steeds meer centraal te staan. En dat was al vanaf Paulus' tijd ook eigenlijk. Je kunt je afvragen, waarom stuurde God Paulus naar deze mensen en naar deze elite, deze wijsgeren, deze mensen die dachten dat ze de hele wereld snapten? Buiten staan er veel meer mensen op de markt. Het is toch veel zinvoller om naar die toe te gaan. Om ze gewoon aan te spreken en te vertellen over, het, over de liefde van God en de Heer Jezus. Heeft God er de bedoeling mee dat hij Paulus toestond om naar deze elite toe te gaan. Deze wereldse top van het denken. Dat is een boeiende vraag, want daarmee worden we geconfronteerd met de vraag die we ook onszelf mogen stellen. Wat heeft God voldoen met mijn leven? Wat heeft God voor roeping voor mij? Wil God me misschien roepen voor mensen op de markt tijdens de boodschappen? Wil God me roepen voor een elite? Politiek of juridisch? Interessante vraag. Ik denk dat God je stuurt naar diegene waarvoor hij jou geschikt heeft gemaakt. Paulus was getraind door de beste leermeesters. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. En vergis je niet, dat waren topmensen. Die wisten waar ze over spraken in hun tijd. Hij had het Romeinse burgerrecht. En het Romeinse burgerrecht: dat kon je oftewel voor heel veel geld kopen. of je moest daarin geboren zijn en je moest een test afleggen dat je dat burgerschap waard was. En dat deed je door een aantal heel fundamentele vragen over de wereld te beantwoorden in de tijd waar je leefde. Paulus was kopie koepie. Hij had het goed op een rijtje. En God gebruikte zijn talent en zijn opleiding en zijn ervaring om de boodschap van God aan deze elite te brengen. Dat is denk ik de eerste les die we mogen leren vandaag de dag uit dit verhaal. Dat God voor ieder van ons, ook zoals je thuis bent, een taak en een roeping heeft. En die kan heel verschillend zijn. Misschien brengt God je naar Afrika, zoals John en Carina, om daar in een vrouwengevangenis de liefde van God te brengen. Misschien, zoals Ruud, ben je bezig met boeken in Italië en Spanje. En staan de mensen in de rij voor je winkeltje op zoek naar God. Dat is ook een roeping. Misschien ben je op school als, als tiener. En heeft God je geroepen om daar getuigenis te zijn van Hem. Het tweede punt wat je mag leren, waarom God. Het toestaat dat Paulus naar de Oude gaat, is dat God je stuurt naar diegene waarvoor hij je bedoeld heeft. Hij bepaalt, niet jij. God stond toe dat Paulus die dag de elite van de stad toesprak. God deed dat, door de Heilige Geest geleid. En vandaag de dag mag jij ook je leven aan God overgeven en zeggen: Heer, waar wilt u dat ik heen ga? Dat kan. Misschien in je werk zijn, elke dag. Maar het kan soms ook zijn dat je op straat zomaar iemand tegenkomt. Dat de Heilige Geest in je hart zegt, spreek hem maar aan. Want hij heeft mij op dit moment nu nodig. Dat zijn hele spannende momenten waarvoor je, zoals ik eerder zei, moed nodig hebt. Maar de Heilige Geest wil je dat geven. Paulus gaat op een bepaalde manier te werk met deze elite. Hij had kunnen zeggen, kan mij het schelen wat jullie met je goden doen. Wat, wat interesseert mij dat nou? Hij had ook kunnen zeggen: uh, Nou, ik heb een hele andere God. En uh, die is veel beter dan die van jullie. Hij had een soort wedstrijd ervan kunnen gaan maken. Dat doet hij niet? Weet je wat Paulus doet? Heel fascinerend. Hij gaat in op de denkwereld en het punt waar zijn toehoorders zich bevinden op dat moment. En hij zegt: Beste Atheners, beste elite, jullie zijn ontzettend religieus. Dat heb ik gezien. Hij pakt een soort bruggetje. Met zijn luisteraars. En hij zegt, ik zie waar jullie zitten. En dat vind ik interessant. Jullie zijn religieus. Jullie zijn bezig met de dingen die boven de mensen staan. Maar jullie zijn er nog net niet helemaal. Jullie zien de God als een soort garantie die je erbij kan halen als het fout gaat. Om maar niks te missen. Want je weet het maar nooit. Maar ik heb ook een altaar gezien, wat jullie hebben gemaakt. Aan de onbekende God. Voor alle zekerheid. Je moet, je moet er maar eentje missen. En je hebt ze allemaal gehad, alle 99, en die 100 heb je net gemist. Daar ga je met je leven. Had helemaal de mist in. Maar Paulus zegt, ik ben gekomen vandaag de dag... om juist over die ene God met jullie te spreken. De God die altijd al latent aanwezig was in jullie leven... maar die je niet zag doordat je gericht was op je denken. Op je zekerheden, op de materie. Op je zichtbare dingen die je om je heen ziet. En dan wordt het heel verpand. Paulus gaat zelfs zo ver... Dat hij de schrijvers en de boeken van zijn toehoorders gaat citeren. Dat is apart. Het is net alsof je vandaag het Evangeliseren bent en je gaat Gerard Reven citeren. Best apart hoor. Hij gaat de Stoïcijnen erbij halen, die al zeiden dat God niet in een tempel woont, die is gemaakt door mensenhanden. Plutarchus zei dat, in een bekend werk, De Moralia, voor degene die het willen weten. En Epicurus zei dat God de mens niet nodig heeft, dat stond in Lucretius. Maar de mens heeft God wel nodig om het leven zin te geven. Met andere woorden, Paulus zegt: Joh, je hebt al je boeken gelezen. Je hebt zelfs een altaar gemaakt voor de onbekende God. Maar je snapt het nog steeds niet. Je bent er nog steeds net niet. Je komt er niet uit met al je denken en je filosoferen. En ik denk dat na al die eeuwen van secularisatie. we vandaag de dag ook de conclusie kunnen trekken dat er een soort nieuw geloof is opgedoken: het geloof in de wetenschap. Geloof in de groenreligie. De wetenschap dat alles beter zal worden. In de evolutie. Darwin. Noem het maar op. Richard Dawkins. We komen er als mensen wel. Maar als er één ding is wat deze crisis vandaag de dag heeft duidelijk gemaakt: dat is dat er maar één virus nodig is en de hele wereld ligt op zijn gat. Alles ligt plat. Daar komen we dan met ons denken. En met het feit dat we menen als mensen centraal te kunnen staan en het humanisme wat ons verder brengt. Het is leeg. En achter de materialistische en de lotsbeschikte wereld van die tijd, van de verre en niet betrokken goden, staat de God die we eigenlijk al lang gekend hebben, maar nog niet onderkend en erkend hebben. En dan gaat Paulus verder, vanuit die brug die hij geslagen heeft met de elite die daar is, en hij zegt, voor mij is de onbekende God geen onbekende God meer, maar hij is heel dichtbij gekomen in de Heer Jezus. Hij is mens geworden en hij is onder ons komen wonen. Ik blijf het nog steeds fascinerend vinden dat er in het jaar 450 geloof ik een heel concilie was. Dat ze een jaar bezig zijn geweest met de vraag: hoe is het mogelijk dat Jezus en volledig mens was. en volledig God? We komen er niet uit. Heel bijzonder. Maar de Heer Jezus heeft God aan ons laten zien. Hij is naast ons komen staan en hij zegt: Ik wil in je leven komen en ik wil er zin aan geven. Ik wil die hele existentiële leegte. En ik wil het mens centraal staan, wil ik omturnen door mijn Heilige Geest. In een leven met mij, vanuit mij. En Paulus zegt dan ook: we kunnen vanuit die God gaan leven en bewegen. We kunnen actief worden. Dat vraagt wel om berouw en het loslaten van onze afgoden. Want er komt wel een moment dat we geoordeeld worden op onze beslissingen en onze daden. En dat noemt hij ook. En hij gaat door tot aan de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Hij zegt, dat is het bewijs dat er een God is die naar ons toegekomen is, die ons kent en die ons wil verlossen. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zodat wij zouden kunnen leven in hem. Was Paulus zijn optreden op de Areopagus een succesverhaal? Kamen er veel mensen die dachten tot geloof? Nou nee. Er was slechts een enkeling die tot geloof kwam, waaronder Dionysius, het lid van het hof. En een dame... Die daar eigenlijk rondwandelde als een soort gezelschapsdame. Laten we het maar netjes houden. Omdat de Grieken er ook wel pap voor lusten wat dat betreft. Maar ook zij komt tot geloof. Dat is bijzonder hè. Een heel hoog lid van dat hooggerechtshof wat tot geloof komt en zegt: Ja, ik snap het, ik ga het zien. En een jonge vrouw die daar rondliep en waar het leven eigenlijk van ja, leeg was en zinloos. Probeerde zin te geven aan het. Omgang hebben met hooggeplaatste mensen. En ook zij komt tot geloof. En zij pakt, zij pakt die kans. Zij pakt die kans die ze opeens ziet. De Epicureërs lachen Paulus uit. En ze gaan aan de koffie. En de Stoïcijnen die blijven de Stoïcijn zonder. U hoort nog wel van ons, wij bellen u. En zo sluit Paulus zijn dag af. Hij ging het gesprek met de Griekse cultuur aan. Met de elite, iets wat hij nog nooit had gedaan. Let wel, er ging daar ook een wissel om in de geschiedenis. Tot dan toe had Paulus vooral het woord gebracht in de synagogen. Maar vandaag was het voor het eerst aan de Griekse wereld. En als hij dat niet gedaan had, dan hadden wij hier vandaag de dag niet gezeten als christenen. Dan was het evangelie waarschijnlijk nooit naar het westen gekomen. Heel fascinerend. Paulus bleef niet in het veilige christelijke wereldje met zijn talen Kanaans hangen, met zijn liedjes en met zijn gewoontes. Maar hij nam zijn plaats aan, midden in de wereld. Was hij succesvol? Er kwamen maar een paar mensen tot bekering. Maar is het wel de goede vraag die je moet stellen? Rekent God je misschien niet af op zichtbaar succes, maar op gehoorzaamheid aan hem en aan beschikbaarheid zijn. Ik geloof dat, dat de essentie is van God dat hij vandaag de dag naar kijkt of jij beschikbaar bent en of je bereid bent om deze wereld in te gaan voor hem met zijn boodschap. Of je zijn dienstknecht wil zijn. Buchner heeft wel eens gezegd, favoriete schrijver van mij, jouw roeping is daar waar de grote nood van de wereld jouw diepste verlangen ontmoet. En ik wens je toe dat jij vandaag de dag, na het horen van deze preek, mag zeggen tegen jezelf, Heer, ik ben beschikbaar. Ik wil gaan, misschien naar Afrika, misschien in deze wereld. En ik wil het gesprek met de wereld aangaan. Ik wil niet bang zijn. Ik wil voor ze bidden, ik wil beschikbaar zijn, ik wil gaan en ik wil deze gebrokenheid en deze existentiële leegte van de wereld die er is vervangen door een levend getuige te zijn van God die mij lief heeft en de Heer Jezus die voor mij gestorven is. We gaan het dadelijk herdenken in het avondmaal, dat hij gestorven is en opgewekt. Ik mag Jos vast vragen om naar voren te komen. Jullie mogen thuis ook het avondmaal gaan meevieren en laten we misschien daarbij denken aan wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, maar ook wat hij wil doen door jou heen. Voor andere mensen, omdat we een fantastisch getuigenis hebben gekregen in de liefde van Christus. En die mogen we delen met ieder mens, hoog of laag geplaatst. Amen.